Die zou dan gelost moeten zagen. Zo. Nee. Hey, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Een korte video deze keer van Onderweg met Johan. Nou, het zit namelijk zo. Ik rij hier ergens op een weg. En ik dacht hier onze grote vriend Leroy van Zanten gespot te hebben. Ik dacht dat ik hem zag rijden. En hij ging hier even naar een bedrijf toe, dus ik rijd er ook even naartoe. Ga ik even kijken of het hem is. Gaan we even mijn handje schudden. Leuk toch? Even als vlogger zonder elkaar. Kijk, daar staat hij. Daar staat hij hoor, aan Dokkie. Ja, ja, het is hem wel. Het is hem hoor. We gaan hem dus even naast zetten. Even kijken of hij tijd voor ons heeft. We gaan eens even kijken of hij het laaien of het los is. Oh, ik ga hem net de deur dicht. Daar staat de beroemde pompwagen. Hij is volgens mij net klaar met lossen, dus we wachten wel even totdat hij komt. Schiet ook niet op, joh, die vent. Blijft die gozer toch, jongens. Altijd zo lang is hij aan het laaien, het lossen. Het duurt eeuwigheid. Kijk eens, daar komt hij aan, hoor. The one and only. Ik had het helemaal niet door nog. Johan. Leroy. Hey, hoe is het? Goed, Leroy. Van jou? Ben je gewend om eens dat ding te praten? Nee. Uitkijken dat ik niet zenuwachtig word. Nou, kijk, het is ook te trillen. Ja. Gaat goed? Ja, best joh. Ja, was wel leuk dat we elkaar een keer treffen zo. Ja. Toch? Zeker. Ja, ik zag een snel rijden. Ik dacht, kan ik Leroy wel eens zijn? Daar gaan we eens even kijken of het hem is. Even door, het is hem nog ook. Leg hem. Heb je tijd of ben je ja, hartstikke druk? Ik heb tijd zat. Oh, hij heeft tijd zat. Ik heb helemaal niks te doen. Maar al die volgers die weten dat natuurlijk. Dat ik niks te doen heb. Ja, dat lijkt het soms wel op inderdaad. Ja. Kijk. Kom eens kijken. Oh, kijk. We gaan we zien. Wat is dat? Hey, staat hij aan? Nee. Oh. Dat dan weer net niet. Oh, dat is jammer. Ik denk, ik kom ook een keer in zijn video. Ja, bij de Kolbach wou ik even gaan filmen. Waar zo? Kolbach. Oh ja, maar ik moet de andere kant op. In de Bugne. Ja, Bugne. Ja, ik ken de Bugne transport, ja. Mooie tent, hè? Oh. Ik denk, wat zegt hij nou? Knippen we eruit. Goh, ik zie allemaal lampjes, jongen. Dat laat hij nooit zien, hè? Want hem zie je of recht, of je zo, of zo. Ja, hij zal nooit zeggen van, nou kijk eens, ik kom terug van vakantie en ik heb een lampje, doe ik een lampje maken en heb ik dat gedaan. Even heel eerlijk, dan moet dat van dichtbij filmen, dit is toch geen pan. Hé hey, jongen, dat hoeft er niet van dichtbij. Het gaat gewoon, het hoeft niet perfect hè. Maar dit is wel een hele bekende YouTube auto, mensen. Ja. Vanaf de binnenkant. Want er zijn volgers van mij, die volgen Leroy ook en die kennen die auto. En een hoop volgers, die kennen hem nog niet. Maar vanaf nu, wel, gaan we eens naar zijn YouTube kanaal, Leroy van Zanten. Is echt super leuk om te kijken. Hij maakt echt op eigenzinnige manier video's. Ja, maar niet iedereen vindt dat ook grappig. Nee, maakt niet uit. Maar goed, zo heeft iedereen zijn eigen stijl. Dus, maar dit is wel een mooi plaatje. Gewoon twee bekende YouTubers, vloggers in één shot. Is te mooi. Te mooi man. Leuke dingen. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar. Wat doe je nou? Kruip je nou zo eventjes in mijn auto? Ja, maar deze is nog vrij oud, of niet? 6 jaar? Ja, dat wou ik zeggen. Ja, maar die nieuwe van mij, die heb alleen bij de bijrijderskant een gordel. Die van jou, die hebt er hier ook nog eentje. Ja, dat klopt ja. Dat is vrij oud. Ja, dat is vrij oud, inderdaad ja. Vrij oud, ja, dat klopt. Dat ziet er wel mooi uit. Ja joh, een beetje zuinig. Ik ben wel zuinig op dat ding. Doen ze dat bij Henke? Kijk jongens, ik heb gewoon Leroy in mijn auto. Dit is toch een kaasloos? Dat is wel kaasloos, ja. Ik wil twee kaasloos.
Maar goed, nou ga ik ook even in, natuurlijk in zijn. Kijk jongens, dit is. We stappen nou in de beroemde auto, de beroemde YouTube-auto van Leroy van Zanten. Schoenen oud? Nou, dat doet hij volgens mij niet aan. Kijk. Oh, lekker hoor, zo'n Daffy. En hij heeft hem altijd hier staan, dat ding. Ik kan hem zo een beetje goed zien, denk het wel, hè? Dit is het beeld waar je altijd ziet. Dit is het beroemde shot van achter het stuur. En net hier die koelkast, weet je wel zo. En heeft hij weer honger. Oh, ga kapot, zegt hij dadelijk. Honger, man. Hup, dan komt er weer brood en dan heeft hij weer dorst. Zo, dit shot kan ook. Oh, lekker. En heeft hij weer dorst. Nu moet hij weer drinken. Ja, en wat is nog meer bekend van hem? Oh ja, die boordcomputer. He, zit ook een tijd. Dan gaan we de boordcomputer even invoeren. Oh. Volgens mij heb ik nergens op gedrukt. Zijn pauze is weg. Het is ook bekend. Het is een luchtvering. Ja, prachtig hoor. Dit is waar het allemaal gebeurt bij Leroy. Maar ik zal hem eens even een beetje een rondje filmen in zijn cabine. Want zelf doet hij dat natuurlijk niet. Hè? Schitterend man. Ja, roken doet hij ook nog steeds. Ai, 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 niet best jongens. Ja. Kijk. Het beroemde plekje van Leroy van Zanten. Hand omhoog, ik schiet. Oh ja, dat luchtspuitje. Ik denk al, wat is hij al drommelen? Maar zo, oh, hier is dat broodje. Hier heeft hij weer brood en dan heeft hij weer honger. Oh, dat brood. En dan pakt hij zo'n grote lap vleeswaren. Pakt hij dan en dan flikkert hij zo op zijn brood. Zo. Dan gaat hij zo ongegeneerd zitten, eten onderdraaien. Echt wel, jongens. Ja. Hey, en dit ding, hè? Super Simon. Hij heeft hem wel. Maar of hij hem gebruikt, dat weet ik ook niet. Ah ja, hartstikke leuk, joh. Kijk, nou, dit zijn nou gewoon de leuke dingetjes van het werk. Hè? Je treft gewoon een collega-vlogger. Is ook maar een chauffeurtje, hoor. En dan maak gewoon even een praatje. Ja. En dan schrijf je even een half uurtje pauze. En dan ga je weer verder. Van die Leroy. Ja, ja, zeker. Ja, oh, kijk, hij heeft... Kijk, even schuim in zijn auto en hij vindt weer van alles. Ja, moet ik nog pennen hebben? Nee, ik heb ook een portemonnee gevonden, die heb ik ook meegenomen. Ja, die is leeg, dat is leeg. Ik werk bij Henk, hè, dus... Ja. Wat zijn dat voor dingen? Mango? Nee, dat is Hugo Boss. Oh ja, die zijn top. Die zijn wel lekker. Kijk, dat willen we graag zien, hè. Onderweg met Johan. In mijn auto, hoor. In de auto van Leroy. Nou, als jullie het niet willen geloven, hier staat hij gewoon. Hè. Het is de one and only. Echt waar. Ik heb hem in levende lijven mogen ontmoeten. Echt waar. Nummer 2. Ben jij nummer 2 van de firma? Ja. Ja. Kijk. Oprotten met die zooi. Ja, dat kan ook, hè. Ze kunnen ook vliegen. Nou, hij doet wel goed. Ja, ik zit ook wel eens te denken om zo'n handje vol te bestellen, man. Wat moet je dat doen? Ja. Een handje vol. Ja. Echt waar, die gozer maakt content, hè, wekelijks. Soms 2 filmpjes in de week en dan gaat hij lopen miepen. Ja, een luchthangertje kopen. Ja. Ik weet het niet, hoor. Ja. Ik hou het af en toe niet meer, hoor, met mezelf. Oh, eens hoorden jullie dat toch? Ik weet niet wat er gebeurde, maar. Zie dat. Ja, hij gaat de deuren dicht doen. Kijk, dit is de GoPro van Leroy. En dit is de GoPro van mij. Schitterend. De welbekende handschoentjes. De welbekende handschoenen. De welbekende deuren die hij nou eens even vakkundig dicht gaat doen. Zoals een echte chauffeur. Normaal gesproken heb ik zelf 1 camera in mijn hand. En dan is het altijd maar handig als je 1 hengsel hebt. Zien jullie dat? Zo, dan heb ik het normaal zo. Hey, tip top. Kan die even, hè? Hij kan het wel. Op zijn eigen video. Oh, wacht hier, 2. Ja, ik heb 2 camera's vast nou. Ben je daar een vlogger of niet? Ik heb gewoon... Hey, dit is gewoon 3D beelden. Maar ik wou dus zeggen dat hij kan het dus wel. Op zijn eigen video's, dat doet hij eigenlijk maar wat. Kan doen.
Oh, dag, ja, doei. Dag, Leroy. Dag, Leroy. Dag, Leroy. Leuk je ontmoet te hebben, jongen. Dag, Leroy. Leuk je ontmoet te hebben, jongen. Komt hij aan, hoor. Met die dikke machine. Kijk, daar is onderweg met Johan. En hier is Leroy Verzante. Nou wil ik de afscheid van hem nemen. Het is een leuke kerel, maar op een gegeven moment ook wel zat. Nou, is goed. Hey maatje. Rustig aan. Leuk ontmoet te hebben. Ja, ik doe wel. Rustig aan. Zit daar maar niet over in. Komt goed? Ja, zeker door wel een keer wat af. Hou contact, hè? Ja, komt goed. Ik kan hem aan, hè? Ja, ja. Yo! Daar gaat. Nou mensen, dat was Leroy Verzante. Leuk om hem een keer in het echt te ontmoeten. Is ook maar een mens, hè? Nee, dat is wel leuk. Als jij zeg maar iemand volgt die leuke video's maakt waar jij graag naar kijkt, dat is leuk om een keer in het echt te ontmoeten. Hè? Dus, maar we hebben misschien nog wel ideetjes waar we samen kunnen gaan doen, maar ja, daarover later meer. We gaan dan gauw een nieuw gein de spullen wegbrengen. Nu rijden we de straat in Nieuwegein, waar ik lossen moet. Maar ik ben hier niet bepaald de enige. Moet ik hier ook links, bij het appartementengebouw, moet ik zijn. Maar goed, die man die zei, bel even als je er bent. Dan bel ik de uitvoerder van de bouw. En dan... ik ga even met hem afstemmen waar je lossen mag. Dus die ga ik even bellen. Nou, het is hier een drukste van je welste. Maar ik rij hem even een klein stukje achteruit. Rijdt die man zijn oranje bus even aan de kant. Die gaat hij daar neerzetten. En dan kan ik mijn spullen lossen op de plek waar die oranje bus nu staat. Het zijn de allervriendelijkste mensen hier ook. Ik zoek even een mooi plekje voor de camera. Mag je eerst even pissen? Oh, nodig man. Kijk, zoals je ziet heb ik de hulpstukken erin gedaan. Aan beide kanten. Op deze manier kan ik twee pellets tegelijk pakken. Nu met losse trek ik ze iets uit elkaar. Want als ze morgen gaan hijsen met de hijskraan, daar dak op van de appartementen, heb je minder kans op beschadigen als dat ze tegen elkaar aan staan. Nou, in de stijl van Leroy te blijven, die zou zeggen, dat ging weer tip, zo, tip, top, juist, boef, boef, tip, top. Ik zou zeggen, dat is weer best gelopen. Ja, nou, de klant is nu tevreden, alles staat hier op zijn plek. Dan kunnen ze morgen de bandjes eronder doorhalen, zo, in de hijskraan, takelen naar het dak van het appartement. Daar moeten de tegels komen. Maar nu hebben ze me vastgezet. Want ik moet achteruit. De chauffeur van die vrachtwagen die zag ik net lopen. Die komt zo wel weer terug. Maar die is... oh, daar komt hij al aan. Hallo. Ik ga achteruit. Ik ga achteruit. Oh, je bent aan het bellen, sorry. Ben je aan het bellen? Nee, ik ben aan het bellen. Oh ja, ik ben met de vrachtwagen, ga ik achteruit daar naartoe. Ja, waar moet ik heen dan? Daar is voor mijn vrachtwagen. Daar, even, daar zo? Ja, dan. Totdat ik voorbij ben? Dan, waar ga ik heen dan? Weet ik niet. Ik weet niet waar moet je heen? Je moet op de kant op.
Oh, je staat op de vrachtwagen te wachten. Oh, je komt eraan. Nou, dan begrepen we elkaar verkeerd. Oké, is goed. Hallo. Die man is helemaal in paniek, er staan vrachtwagen op de weg. Ja, een paar nog wel. Een paar vrachtwagens, er staan vrachtwagen op de weg. Ik snelheid komt eraan. Kan jij aan de kant dat wij eruit kunnen gaan? Ja, ik denk dat kamers zijn of zo. Ik weet het niet. Dat die blijven voorlopig weg staan. Nou, wordt geregeld. Die man neergaat aan de kant, kunnen wij er ook uit. Geen idee waar ik nou aan het filmen ben. Ja, misschien wordt het wel. Nou, die man is dus voor mij aan de kant gegaan, die wachten. Oh. Die blijft staan. Dan kennen we mooi hier langs. Zij denkt, oh, dat wordt wel heel smal. Ah, ze heeft wel mooi de lipjes getuit. Oh, nog gaat de stoeprand op. Dat gaat allemaal goed. Haal hem netjes aan de kant. Zodat ik er langs op kan. Daar ook. Nou, dat was weer best gelopen. Best gelopen. Ik ben gauw begonnen om. Dus krijg ook ik weer Super Simon op mijn dak. Tut, er wordt aan mij getutterd. Zijn fans, denk ik. Hij is een Oostenrijker. Het is geen fan. Links, rechts, links, rechts, alsjeblieft. Nee, dat is geen fan. Dat is gewoon iemand, denk ik, vond. Dat is denk ik iemand die vond dat ik een mooie auto heb. Weet ik ook niet. Dat denk ik. Hé, hey, maar... Even, hè. Toen ik vanmorgen die auto aan het filmen was bij Leroy, in zijn auto, toen zag ik dat hij ook aan het filmen was in mijn auto. En ik zag hem een beetje schuimen, links en rechts. Ik zag dat ook wat dingen verplaatst waren. Ik heb geen idee wat hij gefilmd heeft, maar ja, waarschijnlijk kunnen we dat terugzien in een van zijn video's. Ik zal een link van zijn YouTube kanaal in de beschrijving onder deze video plaatsen. Dan mogen jullie daar naartoe, kijk het ook zien. Ik ben benieuwd. Nu zou ik eigenlijk in eerste instantie een vracht Big Macs gaan laden in Lunteren bij Snelle. Big Macs met grind en allerlei soorten split. En het had me hartstikke leuk geleken. Om dat een keer te kunnen laten zien hoe wij Big Macs laaien. En dan hadden we ook even bij Snelle kunnen kijken hoe het daar aan toe gaat. Dat is een heel mooi bedrijf. Maar ja, blijkbaar is er een vracht tussendoor gekomen die iets meer die iets belangrijker is dan die vracht Big Macs. Dus dat gaan we nou doen. We gaan nu dus een vracht stenen laaien middels een opslag en die moeten we brengen in. Ja. En dan gaan we daarna, als we leeg zijn, gaan we bij Excuton laden in Druten. Een gedeelte voor de zaak en een gedeelte voor morgen. Dus dan hebben we de dag ook weer mooi rond. Je moet er wat voor over hebben voor de mooiste shots. Ah, jongen, ik ben nog zo vitaal en lenig. Ik klim zo overal bovenop hoor. Dat is voor mij geen punt. Nou, is wel even wat extra werk bijgekomen. Die stenen die staan op statiegeelpellets van de fabriek. Dan moeten ze af. Dit zijn weggooipellets. Hier moet ik ze opzetten. Maar deze kunnen gewoon weg.
Ja, die zitten allemaal in elkaar gestapeld. Dus die moet ik eventjes goed zetten, zodat ik ze kan pakken. Ik heb er 18. 18 pallets. Doet normaal, man. Hartelijk. Zo zien we weer. Het is best haast werk als chauffeur, hè. Jullie denken, een beetje rijden, beetje zitten, een beetje rijden, hè? Beetje vreten op de kraan. Maar zo zien we weer. Je moet gewoon pallets stapelen. Hey, zo is dat. Dat is wel leuk, kijk. Hoi. Schitterend. Maar ondertussen is het toch gewoon weer warm. Dus ik denk dat ik de korte broek maar weer aan doe. Lekker, man. Zo, ik hoor in één keer een klap, hé. Met achteruit rijden. Voor mij een klap aan. Even kijken, ik hoor wel sissen, maar... Och. Ik hoor wel wat sissen, maar ik zie het niet. Er zit een hero in. Een rembooster. Dat weet ik ook niet. Ja. Deze is het. Geen rembooster, is een luchtballetje van de wielophanging. Van de boogielift. Ik ga hem even laaien en dan rijden we zo meteen even gelijk langs de garage. Dat moet wel even gemaakt worden natuurlijk. Voor jullie leuke beelden, voor mij minder leuke beelden. Want als ik een steen niet goed pakt of er zit er eentje niet goed tussen. Dan kan mijn zoon zijn dat die pak niet helemaal meegaat of uit elkaar valt. Dan krijg je zulke capriolen. Dus laten we hopen voor mij dat alles goed gaat. En als het een keer misgaat, hebben jullie ook leuke beelden. We gaan het zien. Kijk, dat bedoel ik dus. Gaat meteen bij de eerste afhaal. Hartstikke leuke beelden. Oh, dan krijg je dit toestanden. Ja, wat gebeurde er nou? Ik heb geen idee. Ik had hem denk ik niet goed ergens of zo. Dat zijn lastige pakken, joh. We gooien de losse stenen gewoon er even op. En dan kunnen we hem meenemen. Weer, hè? Nou, dan kijken we naar de bende, joh. Nou, hoe kan dit nou, vraag jij je af? Ja, ik denk dat dit een combinatie is van dat ik hem niet goed genoeg had. En ik was ook net te laat, als ik iets sneller had laten zakken, was ik er geweest. Maar ja, dat is niet gebeurd. Dus een combinatie van dat ik hem en niet goed genoeg had. En ik ben denk toe aan nieuwe rubbers. Maar dit is lastig zo. Ik kan het ook gewoon niet goed zien als ik ze zo van de tas afpak. Dus ik ga het anders doen. Ik ga ze eerst op de bak zetten. Dan staan ze en vlakker. En ik heb er meer zicht op. En op die manier denk ik dat het beter gaat. Ga ik eerst deze even opstapelen weer.
Zo. Kijk eens. Ja. Nou, we gaan snel verder. Bijna al mijn bek ook nog. Mijn bende, hè. Ja, kijk, als je hem eenmaal goed hebt, dan gaat het best eigenlijk, maar ik ben echt toe aan nieuwe rubbers, kijk. De rubbers zijn echt slecht. Hier ook hele hap eruit. Hier loopt hij rond af. Ik ga eens even kijken of ik vanmiddag nieuwe kan krijgen, hè. Dan hadden we straks een lekkage, zei ik toch? Ik heb even goed gekeken, er zit daar een luchtballer en die is inderdaad lekkage. Als hij omhoog gaat, het is een liftas, dus als hij hem omhoog trekt, dan gaat hij lekken. Maar als ik hem naar beneden laat, dat kan met dat knopje, dan blijft hij beneden en nou lekt hij niet. We hebben even gebeld met de garage en ik ben straks te laat terug om nog naar de garage te gaan, dus dat gaan we morgen doen. Maar zolang ik hem beneden hou, is er niks aan de hand. Ik kan gewoon blijven rijden, hebben geen lekkage, dus gaat het allemaal goed. Dit is een leuk autootje voor mij. Die gaan we eens van dichtbij bekijken. Hey, nou, dit is toch een mooie auto voor mijn werk. Weet je, in die smalle straatjes zo keren en draaien. Dat gaat best. Voor heel veel chauffeurs en voor mij misschien ook wel, is toch wel dit wel een auto, een droom om daar mee te mogen werken. Het is toch prachtig, jongen, en je met zo'n auto je werk mag doen. Schitterend. Foto achterop, ik pijpen. Ja, ik vind het leuk hoor. Zo, laten we maar gelijk het woord bij de daad voegen. Oh nee, dus de daad bij het woord voegen. Hi Nettie. Eerst gaan deze ouwe eruit. Ik moet gewoon even filmen dat ik kut ben. Ik wil niet dat je al aan werkt, hè? Dan moet hij aan mijn bedrijf.
En dat zet hij op YouTube. Dat staat op YouTube, ja. Dat komt straks wel op YouTube. Johan. Dat is gaan makkelijk. Het gras zit erin. Ja, joh. Wat eenmaal. Nou, dat ging... Oké, we gaan op zoek naar nieuwe rubbers. Zo, we hebben een kleinigheidje. Moet even... vastgelast worden. Arend! Mooi handig zo'n collega. Komen steeds meer mensen mij helpen. Haha. Eén team, één taak. Ik maak het kapot. Hun repareren het weer voor mij. Pas op je vingers. Knijp je ze bij elkaar en dan zijn ze weer recht, zitten ze weer vast erin. Dankjewel Job. Als je dan toch bezig bent, zet hem dan maar helemaal gelijk in slaapstand, toch? Kijk eens, wat een mooi wagenpark. Dat was Kees. Kijk, is dat een mooie avondzon trouwens. Dat is toch prachtig? Prachtig! Dankjewel Job. Alsjeblieft Johan. Als ik ooit eens een keer wat terug kan doen voor je. Ja, dan ga ik direct bier halen. Bier halen, ja. Bier halen. Kijk eens. Ha, lekker hoor. Kijk eens vriend. Ja, alsjeblieft, hè. Dankjewel. Hè. Dan moet ik zeep bier. We tellen vandaag vrijdagmiddag. Vrijdagmiddagborrel. Vrijdagmiddag is rubber. Weet je niet waar, het is pas dinsdag. Sst, ja, ook. Nee, maar dat mag gewoon zijn. Dat geeft hem niks. Die knippen er toch uit, joh. Dus ik kan zeggen wat je wil. Ja, oh, hij vindt het niet leuk. Ik hoor net dat we het er niet uit gaan knippen. Want Ayaan die wil ook op de video. Proost, Johan. Zo, alles weer gerepareerd. En alleen morgen nog even naar de trailerservice Veendal voor die lekkage van die luchtballer. En dan is alles weer in orde. Ik wil graag mijn collega's bedanken voor de hulp. En even mijn wielen doet wassen. Weet jij hoe je een video af moet sluiten? Wil je hem afsluiten voor mij? Ze zeggen toch altijd... Ja, wat zeggen ze altijd? Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Liken. Ja, like en abonneren op like, YouTube. Horen, kijk eens. Abonneren. Onderin. Daar zit de vakman. Like en abonneer. Abonneer. Liken. Krijgen we geurhangers. En tot de volgende keer. En proost. Later. Proost. Dus, hoi. Dit is de vlog van Johan. Hoi Job. Moet je draaien? Ja, ik moet draaien. Zijn jullie ook zo dankbaar? Jij kijkt te veel vlogs van Johan. En Instagram. Jongens, wees dankbaar. Wees dankbaar. Johan is nog een nulletje halen. Ik had dat Johan aan ons denkt. Doei Johan.